uitgaande van gisteravond is het allemaal gestart bij een kleine brand, een keukenbrand. Je ziet dat echt een vlam in de pan. Daar is wat rook en roet naar voren gekomen. Met name de rook heeft twee sprinkelkoppen doen afgaan. Die sprinkelkoppen die hebben nogal wat water gegeven. Die sprinkels hebben ongeveer een half uur gedraaid. En in totaal, uitgerekend door de brandweer, betekent dat er een 20.000 liter water door het pand is gestroomd. En dat heeft zich verplaatst via de elektrakasten en de meterkastopstelling. En hoe komt het dat de sprinklers zo lang aanstonden? Dat is een hele lastige. Dat kan zijn door de rookontwikkeling. Ze hebben gedaan wat ze moeten doen. Afgaan op het moment dat er rook is. En daar zijn sprinkelkoppen voor gemaakt. Ze moeten op een enig moment een keer uitgezet zijn en uitgezet worden als de brand geblust is. En of dat een half uur noodzakelijk was, heb ik geen idee. Dat is de brandweer die daar mee bezig is geweest. Dus die informatie kan ik je niet verstrekken. En bent u binnen geweest en zo ja, hoe ziet het eruit qua schade? Ja, ik ben binnen geweest in alle woningen. Dat hebben we vanmorgen gedaan bij daglicht, omdat we geen stroom hadden. De woningen zien er technisch gesproken goed uit. Geen bouwkundige problemen, dat is allemaal niet aan de orde. Wat er wel aan de orde is, dat zijn laminaatvloeren, wat karpetjes die beschadigd zijn en dat soort dingen. Van de persoonlijke spullen die in de woning aanwezig zijn, is eigenlijk geen schade. Dus de laptopjes zijn nog steeds de laptopjes, die staan nog op tafel. En het beddengoed is nog steeds het beddengoed. Dus daar is verder helemaal geen probleem aan. En u zegt geen elektriciteit? Ja. Dus dat is op zich nog steeds zo? De situatie is nog steeds zo dat er geen elektriciteit is. En er wordt enorm hard gewerkt met een hele grote ploeg om de elektriciteit te herstellen. Want dat is de basis om terug te gaan. Elektriciteit, het werken van de liften en de veiligheid, dat is de drugsystemen die in de flat zijn, die moeten ook op orde zijn. En daar wordt vanmiddag enorm hoog op ingezet. Maar of we het gaan halen, ik durf het niet te zeggen. Die beslissing nemen we vanmiddag om 3:30. Ja, want u heeft de bewoners net gesproken in de opvanglocatie in het sportcentrum in Rotterdam-West. Wat heeft u daar verteld? Exact wat ik hier tegen jou ook verteld. Dus niet een ander woord binnen of verteld. Ook de vraagstelling bij de bewoners is niet anders geweest. Eigenlijk hetzelfde. Maar de verwachting met betrekking tot het overnachten vanavond in de opvanglocatie, daar kunt u nog niks over zeggen? Nee, ik heb heel duidelijk ook bij de bewoners aangegeven dat zij horen straks vanmiddag ook om 3:30, 4:00 hoe ver de situatie is. Is er een no-go, dan betekent dat de opvanglocatie in stand blijft. En daar kunnen ze dan terecht. En dan zetten we in op morgen. Ja, dus 3:30, 4:00 is de laatste evaluatie. Ja, 3:30 willen wij in ieder geval een beslissing nemen. Het heeft geen zin om hem door te schuiven. Ga je hem doorschuiven, dan ga je de avond in. Dus we willen echt 3:30 inschatten. Redden we het wel, dan redden we het. Redden we het niet, dan redden we het niet. En dan moeten we anders besluiten. Maar dan zou het morgen zeker goed komen? Ik ga dat niet zeggen, want ik bedoel, dat zijn altijd van die linker dingen om aan te geven. Maar de inzet was al om proberen vandaag een heel eind te komen. En ik ga ervan uit dat we toch proberen het weekend de zaak helemaal op orde te hebben.